Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Far Cry 3. We hebben hier behoorlijk veel enemies. We moeten iets meenemen. Daar gaan we nooit allemaal sneaky kunnen killen, denk ik. Oké, niemand boeit het ook maar iets dat die dude dood is. Leuk. Kill the pirates and take their truck. Nam 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 nam, doet tijger. Die tijger, ze doen er helemaal niks op. Fucking idiot. Ondertussen zijn ze zo bezig dat ze niet merken dat die andere dude dood is. Hij wordt geomnomnomd. En dan ga jij dood en de tijger ook. Push je mouw, kom in schouw. Ik heb hele lekkere kogels voor jou. Mooi! Ging nog stealth-achtig ook. Fucking pro. En nog een mooie boot. Maar we moeten de truck pakken, volgens mij, dat ze zeiden. Prima, hebben we hier nog ammo? Wel wat. Oké, hold E to interact. Ondertussen moet ik kidney zitten, denk ik. Dat zeg ik. What the fuck is dit voor vrachtwagen? Waar de toerental en de kilometer per uur ding in het midden zitten. Nou nee, ja, het zal wel. We moeten naar mission area. Dus we kunnen nog niet naar de radio tower toe, helaas. Dan kunnen we tenminste iets meer zien van de map. Maar nog niet. We zijn bij First in Town. En ik wil mijn cargo truck wel houden. Dus ik weet niet of ze hier achterlangs kunnen. Ah, sowieso wel. Kijk, dit is toch perfect geparkeerd, of niet dan? Wat we nu kunnen doen is, met een beetje geluk. Hoppa, zo klaar. Oeh, dat zijn die gele luidjes. Die hebben we eerder gezien, die gele luidjes. Toen we Vaas gingen killen in het ME-vehicle ding. Nou, Vaas ging killen trouwens. Ja, de bedoeling was die convoy, man. Ah, dat is een kipje. Hold E to interact. Oh ja, we moeten gaan fluiten. Hey. Hey. Bier? Ja. I'm looking for a friend. Privateer named Sam. There's only one Sam I know. And that's me. There's a regular poker game at the back. Hoyt's privateers, mostly. You might want to think about getting yourself invited. Maar we moesten gewoon het Amerikaanse ding gaan fluiten. Je moet niet gaan vragen, jongen, idiot. Maar toch maar. Where are you going? Where do you think to play poker? Don't waste your time if you can't afford the buy-in. This enough? All right, you're in. Mooi. Dat ging snel. We hebben $5000, dus dat moet het probleem niet zijn. La 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 la. Ah, we kunnen hier ook naar buiten. Oké. Dan gaan we dan pokeren. Ik kan totaal niet pokeren, maar gelukkig hoeven we dat ook niet te doen. Denk ik. Fresh blood. Wat de fuck doen deze lui allemaal op dit eiland? Serieus, wat de fuck doen hun hier? Starting new hand. Steve posten. Wat de big blind en de small blind. Je moet me echt niet vertellen wat ik allemaal moet doen. Current hand. Ja, ik weet dat ding is, maar... Pff,
Oh my god, jongen. Ik kan echt niet pokeren. Dat vertel ik je nu al, maar... de holocausten... Ja, ik weet hoe die kaarten eruit zien. Straight flush, dat weet ik nog. Maar... voor de rest... full house... nou, we zien wel. Ik doe gewoon mijn best en boeit me niet zoveel. Alcohol. Oh, ik hoef helemaal niks te doen verder. Hij is cold gewoon automatisch. Ik veel lower. Of ik race gewoon, boeit het maar. All in, dat kan ook. Dat slim zijn, ik heb geen idee. We gaan gewoon all in. Fuck it ook, joh. Hij fout. Pre-flop. Yay, ik heb geld gewonnen. Alright, nou Jason is er blij mee dan mij. Echt. Voor Yves is dit het gesneden koek. Yves die pokert veel, maar... ik heb er nooit echt behoefte aan gehad om te kunnen pokeren. Dat boeide mij nooit echt. Boeit mij nou nog steeds niet, maar... dus ik zal echt rare fouten gaan maken hierbij, maar dat... Ik had al zo'n vermoeden dat hij dat was. You'd like me to continue playing, Carl? Should we raise the stakes? No, Sam. I was just saying. Good. Ik had al zo'n vermoeden dat Sam was. Die andere snorremans die lijken veel op elkaar namelijk. No refunds. Prima jongen, stik in die chip jongen, mongelt. Is daar blij van wat? Hou hem maar lekker. Play poker with Sam. Hold E to interact. Who do you work for? Willis. Send me. How is he? I have been concerned about him, hearing nothing all these years. He's fine. I guess. Los! Die deur is net zo gestoord als Vaas, maar dan in een iets militaire wijze. En een Russische wijze. Waar de fuck ben jij bezig? Where did he go? Ja, dat vragen mij dus ook af. The fuck? Yeah. Find Sam and ask him about Hoyt. Waar de fuck is Sam? Daar. Kunnen we nou eindelijk al uit de mission area? Game. Ik wil die fucking radio tower er ginds doen. Hoyt's Privateers. This is the tale of Hoyt's Privateers. Hired guns with hearts full of lead. Some hail from army, some recruited raw, all intend big profits from the end of your life. Okay. Locations, Frisson Towns, Privateers, Stronghold. Leuk! Maar het is mooi dat wij dus gewoon tussen die lui in zitten die op ons hunten. Niemand die wat doet. Om ons te denken dat we dood zijn volgens mij. Net zoals Vaas dat dacht. Maar bottom up. Yep, learn this skill. Onze tatao ding is wat wel heel, al heel erg mooi trouwens. Wat wel lekker uitgebreid. Het is ook ander gras hier, het is geen jungle gras meer. Dit is een wat ander eiland. Oeh, fuck. Maar dit is een, ja, wat ander eiland. Wat rustiger. Wat de fuck is dit voor fallout shelter? Oh. I'm coming for you, denk ik niet. Oeh, nice, een auto. Oh. Au. Fucking hell. Ik was een kogel aan het uitbijten, jongen. Slaap mij dan. Hè? Met mooi vredig een kogel aan het uitbijten. En dan ga je gewoon dood in de auto. Maar we kunnen hier dingen doen. Handgun. Fuck. Oh, we hebben nieuwe wapens erbij. Nice. We lokken van alle nieuwe shit. Oeh, de Vector. En de BZ
19, de spas shotgun. Ze zijn hier wel een heel stuk beter geüpgraded, hé. Man. Maar ja, als we dingen weer liberaten, dan komt dat helemaal goed. Natuurlijk. Sniper rifles, de Z, nog wat. Is die krachtige? Yup, die is veel krachtiger. Nou, dan moeten we die maar eens een keer gaan unlocken. De MKG. Waarom is die assault rifle? Ah, er zit er nog één onder. De Ace. Ik dacht al, waarom is die zo vaag aan doen? De map. We hebben nou veel meer maps erbij natuurlijk. Je moet ook allemaal aanklikken voordat dat ding weer gaat. Gaza Town. Signature weapons, dat is verder nog niet wat. Zullen we even body armor kopen? Nou, wat hebben, dan moeten we het ook wel gebruiken natuurlijk. Zeg maar. Quick cell, teddy bear, yep. Skill hebben we verder gehad, hè? Ja. Oké. Maar nu hebben we tenminste body armor, dat helpt ons ook vast wel wat. Daar is de crazy cock. En ik vraag me af, hier staat mijn vrachtwagen er nog? Nee, maar wel een buggy ding. Een jeepy, een jeepy. Dan gaan wij met de jeepy om deze town heen rijden en naar de radio tower toe. En vol gas ook. Hoppa. Boom. Waarom boom? Nou staat hier ook een auto. Kom op, game. En daar ook een auto. Kom op, game. Waarom? Waarom al deze haat, game? Oeh, fuck. Go. Crap. Hier is zeker een watertje. Yep. Blub. Dat is nog eens een mooie landing. Met de auto. Dat is toch gewoon prachtig. Die auto ligt hier ergens onder. Maar we zijn bij de radio tower in de buurt, dus dat maakt niet zoveel uit. Boeit niet zo heel veel. Maar dit is echt een ander eiland, zeg maar. Kastel. Nice wolven of gewoon honden nog? Oprotten, ja. Voor mij zijn ze gewoon dingo's, toch? Ja, we hebben geen nieuwe dieren erbij, dat is wel jammer. Was wel leuk geweest of we nog een nieuwe diertje bij hadden. Oké, breek mijn pols. Ugh. Aw, piggies! Piggy! Oké, dan gaan we weer radio tower op. Daar. Fucking help. Pukken, Jason. Klimmen. Kom op. We can do it. Oh. Kom hier. Zo, sneaky. Nieuwe manier, hè. Oeh, fuck. Oh, fuck. Voor zover die nieuwe manier. Kunnen we die onderdoor. Space. Zo, dat werkte. Wat een verrassing was dat. Vanaf waar moeten we er dan op springen? Vanaf deze kant zeker. Oeh, dat ging nog maar net. We zweefden eigenlijk gewoon. Nog wat cash erbij. Jee, we zijn er eindelijk bovenop de toren. Het heeft even geduurd met de geklim, maar we komen er wel. Nee! Fucking hell, Jason. Idiot. Oh, loot container. En daar gaan we dan. Het is lange tijd geleden eigenlijk. Dat we dit hebben gedaan, de torens. Omdat we alle torens zo'n beetje achter elkaar hebben gedaan op een gegeven moment.
op het vorige eiland. Maar nu hebben we tenminste een beetje een overview van wat er allemaal is. En dan zien we de wegen. Dat is zoveel chiller. Echt zoveel chiller. Oeh, daar hebben we een steen. Mooi, een steen. Even kijken. Oh, kijk, dit is nou allemaal zo. Gaan we dat nog doen? Harmanus, gas en nog wat. Als we Harmanus, gas hebben, dan is dit gebied al veilig. Dus dan hebben we tenminste een veilig gebied waar we rond kunnen fietsen. Dan moeten we daarheen. Oeh. En er zijn er dus nog 6. De D50, de Magnum, is nou free in stores. We kunnen weer terug gaan lopen, trouwens. Want we moeten niks hebben. Hier is nog een relic. Ah, via die cave. Hier is een cave. En dan komen we bij die relic. Dat is mooi voor die cave en de relic. Hij zei dat we hier een auto hadden, maar ik zie geen auto. Piggy, rustig. We kunnen supply drop gaan doen. Andere kant instappen. Supply drop. Ja, prima. Daar gaan we dan. Volle gas! Met deze mooie Russisch-achtige auto. Oeh, er is ook een mooie glider hier. Mooi. Moeten we hier naar rechts? Sorry. Oeh, sorry Piggy. Daar ging de Piggy. Oh, fuck. Oh, crap. Oeh, een mooi bruggetje. Wat een prachtig bruggetje. Deze auto blijft echt niet heel en ik kom krap uit die fucking berg op. Sterf jongen, dingo. Dit is echt een fucked up supply run, jongen. Oké, idiot heeft dit bedacht. Niks man, jongen. Ik ben er bijna. Fuck off. Fucking hell, dat was een ramp. Die auto is wel flink naar de tering, hé. Dat was echt erg. Zijn we nou in de buurt van de ene ding of nog helemaal niet? Nee, we zijn eerder in de buurt van die andere radio tower. Daar. Nou, ja, dan pakken we die er ook bij. Ook goed. Dan stappen we in deze mooie halfbakken auto. En gaan wij daarheen. Naar de andere radio tower. Dan hebben we nog net iets meer om te zien. Dan hebben we er alweer 2 gehad. Nou, dan moeten we er dan nog 5 volgens mij in mijn hoofd. Dan zijn er nog 6 die we moeten. Dus dat gaat al lekker. Die auto kan nog best veel hebben trouwens. Dank je. Vangrail. Een stuk berg. Heuvel. Oh oh. En toen was het gebeurd. Hier stond nog een auto. Ergens. Kijk, zo moeten we dat doen. Sneaky, hè. Daar is een auto. Ah, Rudolf Bambi. Kom hier. Bambi, Rudolf. Mooi. Einsteigen, verdammt. Oh, crap. Bambi! Ja. Zo, komt helemaal goed. Deze auto is veel beter in je doorheen rachen, jongen. Die is ervoor gemaakt. Dat kunnen we goed merken. Oh fuck, hallo, aangenaam, dag. Nice, ze hebben we helemaal niet gezien. Dat is een town die we moeten liberaten. Ze hebben mij helemaal niet gezien. Oh fuck. Kut. En toen ontplofte de boel. Fucked up. We waren er bijna, alleen die ene jump met die auto was net iets te veel eraan. Helaas. Maar het ging wel redelijk. Ik vond het redelijk gaan. Maar dan zijn we hier weer. Dus dat schiet op. Dat is fucked up. En ik wil daarheen. Niet lief, game. Niet lief. En ik heb nou helemaal geen voertuig meer. Ja, goed zo. Flikker maar op je bek, Jason.
Ja, een brikje. Duim maar weer. Dan gaan we hier wel even die cave in. Dan gaan we die radio tower wel in de volgende part doen. Ook geen probleem, ze komen vanzelf wel de langs. Dus. What the fuck? Oh, een scrine. Juist. Zo. Verbandje eromheen, niks aan de hand. Daar ginds rookt het, dat is waarschijnlijk de ene town dan. Ja, dat is dat ding. De Harmon's Gas and Repair. Die we dan nog gaan liberaten, dus we gaan in de volgende part even dat liberaten. Dan gaan we verder met de missie ding die Sam duurt. En dan komen we vanzelf ook al bij de radio tower. Dus ik zie jullie weer in de volgende part. Laters.